dit deden wij voor onze hobby, zo restaureren. En ja, eigenlijk doen we dat nou in het groot voor de hedendaagse auto. Eigenlijk zijn we een voedselbank voor spullen en voor diensten. En eigenlijk wil je die hub, hè, dat je daar kunt ronddollen op zoek naar tweedehands materiaal. Als je denkt aan circulariteit, dan wordt er vaak gedacht om bijvoorbeeld het hergebruik van materialen. Maar het hergebruik van water is natuurlijk ook een belangrijk thema. Dus het is een andere manier van werken, maar het is, als je dat eenmaal een beetje doorhebt, is het wel te doen. Wacht dus niet tot een andere stap zet, maar zet eens een stap. Zet zelf die stap.